Goedemiddag, verspreid vallen een aantal buitjes, de tuin is er blij mee, de plantjes ook, want die kunnen het water goed gebruiken. De komende dagen en ook de komende uren vallen verspreid nog een paar buitjes, maar genoeg om de droogte op te lossen is het niet. Een paar buitjes over het land verspreid, hier bijvoorbeeld in het oosten van het land, maar ook in het zuiden zien we een groot aantal buitjes. Ook vanmiddag valt verspreid nog een enkel exemplaar, maar er zullen ook plaatsen zijn waar het vanmiddag zo goed als droog blijft. Vanmiddag temperaturen iets aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Zo'n 15 graden op de Waddeneilanden. In het zuidoosten van het land kan het nog 18, lokaal misschien 19 graden worden. De noordenwind is meestal matig van kracht, maar neemt uiteindelijk vanavond steeds verder in kracht af. Het aantal buitjes neemt ook af en vanavond is het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. De temperatuur alleen niet aangenaam genoeg om nog lang in de tuin te kunnen blijven zitten. Morgen dan zijn temperaturen min of meer vergelijkbaar met vandaag. Alleen in het oosten en zuidoosten van het land wordt misschien 18 graden net niet gehaald. Daar vrij veel bewolking, misschien nog een enkel buitje. Maar in de rest van het land blijft het zo goed als overal droog. De wind die blijft uit het noorden waaien en matig van kracht.